Lompe boer. Daarover gesproken, heel veel verzoekjes voor boer zoekt vrouw. En één grote smeekbrief van ene Yvonne, om het niet te doen. Nou, ik heb er ook naar gekeken. En er zit me daar toch een stoute boer in? Verrassing, daar ben ik, de flapuit van de Karel. Vandaag heb ik weer mijn schattige kleuteroutfit aan. Met leuke laarsjes, kijk. Op weg voor een goed gesprek met een van mijn boeren. Boer Richard, die heeft wel 1000 koeien. 999. 998. En hij had ook een kat. Zie jij ook wat? Hé? Ik zie wat jij niet ziet. Huh? Nou, boer Richard. Ja. Zit je me nou gewoon te versieren, hè? Ja, je ziet zeker een lekker ding. Oh, nee, dat niet, maar alles met een hartslag, dat vind ik wel bijzonder lekker. Sorry, jongens. Nee. Zit je nou gewoon voetje te vrijen onder de tafel, Richard? Nou, het is... Hij is er, ja! Zes bed! Zou je nou eens een geheimje verklappen over dat lekkere voetje? Nou, ja. Veel lekker voetje, ja? Ja, nou. Ja? Nou, boer Richard. Nou, het is niet mijn voetje. Sorry, jongens. Dat kan helemaal niet gezegd worden. Maar wat ik eigenlijk nog verschrikkelijker vind, hè. Ik eet elke aflevering op zijn minst 2 bruine boterhammen. Met oude kaas, een bakje yoghurt of een stampotje. Maar ik heb nog helemaal niks gehad. Zeg, wil jij wat vers gemolken warme melk van mij? Huh? Ja, sorry jongens. Nee, Richard, dat is een heel goed idee. Oh, dat past echt bij het programma. Zo puur, zo eerlijk, zo echt. Zo Yvonne Jaspers. Ja, maar wat soort diefstal, ja. Nou, dat zijn allemaal hele mooie koeien en... Nou, dit is ook een van de beste. Dit is een hele goede koe. Die heeft geweldige uitjes. Deze is Maxima. Hé? Ja. Oh, wat erg! Waar? Oh ja, jongens, sorry. Dat kan natuurlijk niet. Nee, stil maar. Nee, dat bedoel ik niet. Short. Ik zie maar 1 vrouw. Ja, ik had nog 3. Ja, ik had er inderdaad 3, maar ik had er 2 loslopen op een land. Maar er was zo'n idioot in zo'n blauw busje en daar heb ik er nog maar 1 over.